ook weer wel toch dat het overgaat van jouw moeder naar jouw vertellers? Ja, ik heb er eigenlijk altijd tegen verzet. En ik merk dat ik het soms nog doe, omdat ik me dan schuldig voel. Omdat, kijk, mijn moeder heeft dit meegemaakt. Hè. Wij hebben niks meegemaakt. We hebben alles gekregen wat ons hartje begeerde. En ik wilde geen... Mijn moeder heeft zo ontzettend haar best gedaan om ons niet te belasten. En dat heeft ze zo goed gedaan. Ik begrijp het zo goed. Ik denk dat ik als moeder hetzelfde had gedaan of misschien ook heb gedaan. Maar daarom verzet je als kind ook tegen... Hè, als iemand daarover begon van... God, jij hebt daar last van gehad. Nee, helemaal niet. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk dat het er wel zit. Ik ben een boekje gaan maken over haar verhaal. Ik heb er een theatervoorstelling over gemaakt. En ik dacht altijd, toen ik met dat boekje bezig was... of toen het eigenlijk klaar was, het is voorbij, het is over. Maar toen begon het pas eigenlijk. Dat ik merkte dat ik toch allemaal problemen had. Wat is haar verhaal? Wat is het verhaal van je moeder? Het verhaal, mijn moeder is helemaal alleen uit de oorlog gekomen. Zij was een meisje, 10, 11 jaar. En op haar 15e, toen ze na 5 onderduikadressen uit de oorlog kwam... kwamen de lijsten van het Rode Kruis. En waren haar broers en haar vader vergast. Haar moeder was, godzijdank, aan het begin van de oorlog al overleden aan een hersentumor. Dus dat is het verhaal van mijn moeder. Ja. En als je daar dan uitkomt, zoals zij eruit kwam... ja, wie ben je dan? Ja. En wat moet je dan? En hoe ga je in godsnaam verder? Ja, dan is het overleven natuurlijk. Dan is het overleven. Ja.